Ja, een hele goede morgen. Welkom lieve YouTube-kijkers bij de Stofjes Zondagmorgen vlog. Hey, het is zover. Vandaag de 100ste. Oh ja, wacht even. Doe het even wat bij. Momentje. Hey, dit is dan de 100ste. Yes! De 100ste Zondagmorgen vlog van de Stofjes. Ik heb het gehaald. En ja, dan moet een klein beetje gevierd worden. Ik had wat dingetjes. Oh wacht, ik ben er eentje vergeten. Gekkigheid. Maar goed, dit was het dan. De 100ste vandaag. Lekker. Alleen het weer is niet zo heel erg lekker. Dus, heel misschien op de achtergrond te zien, maar niet heus. Want ik heb dat schermpje omhoog gedaan vanwege de zon, die er niet is. Maar het regent. Ja, daarom ben ik ook maar meteen naar de fitness gegaan. En, want ja, nat laat regenen kan vanmiddag ook nog eventueel. Ik hoop het niet. Volgens mij was het zo dat het vanmiddag eigenlijk droog zou gaan worden. Ja. Dat weten we natuurlijk ook niet. 100% zeker. Dus toen had ik maar besloten om maar meteen naar de fitness te gaan. Daar hebben we even een lekker rondje gedaan. Een beetje bovenlichaam gedaan. Biceps, triceps, benen ook nog. Eigenlijk een beetje bijna een full body. Maar met accent op bovenlichaam, armen, schouders, borst. Dus dat ongeveer. Nou, nogmaals, vanmiddag voetballen. Gaan we naar Hees, HVC aan. Zal weer een leuk potje worden, hoop ik. Nou, vorige week was het niet iets minder leuk. Maar goed, maakt niet uit. Dat is het voetballen. Het kan niet altijd meezitten. Het feit is in ieder geval dat we toch wel vandaag weer een betere stap kunnen zetten richting, zeg maar richting boven, richting de top. Kampioen worden wordt lastig. In theorie is het mogelijk, alleen ik denk dat het in de praktijk toch zou gaan tussen Meersen en Kampong. Het zijn toch wel twee ploegen die er een beetje bovenuit steken. Qua positie in ieder geval. Dus ja, het zij zo. Het zij zo. Maar dat geeft niet. Als wij dan in ieder geval wat meer bovenin eindigen, dan heeft dat weer te maken met de na-competitie. Die we dus hebben, omdat we de tweede periode titel hebben gepakt. Dus ja, dat is de reden waarom dat we uiteindelijk toch nog zoveel mogelijk eraan moeten doen om zo hoog mogelijk te kunnen eindigen. Of te eindigen. Dus dat is alleen maar beter. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Nou, nogmaals, ik ben vandaag naar de fitness geweest al meteen. 100ste vlog. Ja, weet je. Ik vind het steeds leuk om te doen. Dus ja, waarom niet? Dus gaan we gewoon door. We gaan gewoon door. Ik vind het leuk. En natuurlijk zijn er altijd mensen die zoiets hebben van, kick hem. Ik vind het gewoon leuk, en ze hebben niks. Ik doe wat ik doe. En dan maakt zelf uit of dat wat ik ermee doe. Ik vind het grappig. Alleen dat. Ik denk nogmaals hier de gekkigheid om zijn ding te gaan halen, om dan even te laten zien dat je de 100ste vlog hebt. Die slingertjes hier zo gehaald. Ik moet er toch even wat mee doen. Om te laten zien dat je nu op die 100ste stuk zit. We gaan er nog wel wat meer volgen. Ik ben er gewoon, ik vind het gewoon leuk. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Ik bedoel,
Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik weet niet. In ieder geval, ik ben weer thuis. Dus ik ga zo afsluiten. En dan, dan zie ik jullie volgende week weer in mijn 101ste vlog. Ja, niet dat ik dan weer opnieuw ga beginnen met die gekkigheid hoor, met nummers en zo. Dit is. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik vind het gewoon leuk om. Ik vind het gewoon leuk. Ik kan er niet veel meer van maken. Ik vind het grappig om te doen. Zeg maar. Ik weet het gewoon niet vandaag. Er komt. Nou goed, in ieder geval, nogmaals, dat was de korte honderdste. Zitten nu op een minuutje of 7, 8. En ik heb lekker gesport. Dat is wat ik kan van maken. Ik heb lekker gesport. En ik ben een beetje te bedenken hoe dat ik dat moest doen met dit allemaal, met die vizier. Zoals, nou goed, daar ga je even creatief mee om. En dan zullen we de volgende keer weer gaan kijken. Ik hoop in ieder geval dat ik volgende week wel weer gewoon in het bos kan gaan lopen, dat het droog is. Want ik vind het toch wel lekkerder dan op zijn loopband lopen. Natuurlijk kun je dan wel in een hoger tempo lopen op de loopband. Vaak dan in het bos. Dus dat heeft ook wel weer zijn voordeel. Maar ja, voor de rest. Bosloop vind ik toch leuker. Dus. Nou, dan zou ik nogmaals zeggen, ik zeg tot de volgende keer. En nog even een blauw duimpje geven of een duimpje omhoog geven. Even abonneren op mijn kanaal. Doe dat nou eens, want ik vind het gewoon leuk om dit te doen. En dat biedt voor mij ook een beetje meer waardering. Maar in ieder geval, ja, hoe moet dat nou zeggen? Gewoon abonneren. Doe dat nou gewoon. Vind ik leuk. Ik zeg in ieder geval de groeten. Met wel op korte. Volgende keer. Volgende week, zondag. 101ste vlog. Ik zeg, tjoe.